We hebben Joey Veerman, Jan Smit, Jan Durres komt voorbij. En natuurlijk Jack Muren. Volendamse gaat het niet worden vanavond. Hij is al gebakken, Edward. Wat zegt u? Hij is al gebakken. Leg dat straks maar uit. Welkom bij aflevering 9 van de aftrap. Joey Veerman is een van de pareltjes uit de jeugdopleiding van FC Volendam. Nu voetbalt hij voor sportclub Heerenveen. Joey, welkom. Wat is het mooiste aan sportclub Heerenveen? Sowieso het stadion, denk ik, is heel mooi. Volgens mij het vierde grootste stadion van Nederland. Het is immens, ja. Ja, het is wel groot. jammer dat er niet iedere week de volle 27.000 mensen zitten, maar... Ja, het is wel een mooi stadion. Onze tweede gast is niemand minder dan Jan Smit. Die was al op hele jonge leeftijd was hij beroemd. Het begon allemaal met de BZN, hè? Mama. Ja. En later jouw oma. Ja, die leeft gelukkig nog steeds. Mijn moeder ook, natuurlijk. Maar dat is inmiddels 25 jaar geleden. Ja. En je hebt natuurlijk een prachtige carrière tot nu toe. En het hoogtepunt was qua omvang volgens mij wel het Songfestival, toch? Ja, zeker qua kijkcijfers. Ja. En jij weet alles van het wel en wee van FC Volendam. Hoe beleef jij nou eigenlijk een wedstrijd? Nou, ik ben natuurlijk in hart en nieren gewoon nog supporter. En dat is soms moeilijk, omdat je nooit je emoties mag laten meewegen in een beslissing. Dus wij hebben ook... dat doe je onbewust. Heel vaak ga je mee in het moment. Ja. En als je dan 's ochtends wakker wordt, dan denk je... nou, misschien moet ik toch iets anders reageren. Ja, en dan op vrijdag, dan reageren we het zo. En vrijdag begint het weer. Maar goed, dat is, dit seizoen gaat het hartstikke goed. Dus dan dat wat rustiger. We gaan het uiteraard in deze uitzending hebben over het Skip. Dat is het nieuwe stadion van FC Volendam. Dat er ooit een keer zal moeten komen. En daar is Jan Smit natuurlijk goed van op de hoogte. Nettie, welkom. Hi. Dat Skip, zoals jullie zeggen in Volendam, toch? Ja. Skip. Ja, ja. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het jammer, want je haalt de kern uit het dorp. Eigenlijk. Ja, maar het is wel een mooi plan natuurlijk. Ja, dat wel. Maar... Het is een droom. Ja, ik vind het wel, jammer dat het weggaat dan. Daar gaan we straks nog met Jan uitgebreid over spreken. Eerst gaan we naar de actualiteit. En de actualiteit is Ajax. Ajax kende natuurlijk een wat moeizame start van de competitie. Maar laat inmiddels in de Eredivisie vrijwel iedereen kansloos. En ook in de Champions League 2 gespeeld. 6 punten. Ajax staat aan de vooravond van de dubbele ontmoeting met Borussia Dortmund. En trainer Erik ten Hag ziet wel kansen om te overwinteren in Europees verband. Als ik naar mijn ploeg kijk, heb ik ook sterk het idee dat wat dat betreft het bewustzijn groter is. En dat ze ook weten om met deze situatie om te gaan. He, dat we daar volwassenen in zijn dan dat we er 2 jaar geleden in waren. Toen werden we bijvoorbeeld verloren in de laatste 5 minuten van Chelsea thuis. In de wedstrijd dat eigenlijk een gelijkspel was. En soms moet je gelijkspel koesteren. En dat was, als je achteraf bekijkt, was dat ook een punt geweest. Wat uiteindelijk tot overwintering had kunnen leiden. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in. Maar we gaan nu tegen de sterkste ploeg spelen. En nou, dat is een schitterend mooie uitdaging. En daar kijken we echt naar uit. En ik denk niet dat het onmogelijk is om daar resultaat te halen. Dus ja, dat moeten we ook uitstralen. En daar moeten we ons dus ook bewust van zijn. Joey, Pierre van Hooijdonk, de analist van de NOS, die geeft aan dat Ajax die finale kan bereiken. Wat denk jij ervan? Nou, wij spelen over 2 weken tegen ze, dus ik denk dat ik dan een beter oordeel kan vellen. Maar ja, ik denk dat dat wel iets te hoog gegrepen is, de finale. Iets te hoog gegrepen, ja. En Ajax, is dat voor de Nederlandse competitie, is dat... Voor de rest te hoog gegrepen. Voor de rest te hoog gegrepen. Ja, dat kan je denk ik wel zeggen, ja. PSV heeft wel 0-4 gewonnen van ze aan het begin van het seizoen voor de Johan Cruijffschaal. Maar ik denk dat dat wel een incident was. Ik denk niet dat ze dat nog een keer gaat lukken, nee, tegen Ajax. Jij zegt, we spelen nog met Heerenveen tegen ze, dan weet ik het echt hoe ze zijn. Ga je daar dan met angst en beven naartoe? Als je die uitslagen zou zien, dan denk je van, wat valt er te halen? Ja, er valt heel weinig te halen. Iedereen ziet het en iedereen zegt het ook op tv. En voor hun is het waarschijnlijk gewoon nog leuk. Maar zo lijkt het niet. Nee. Geniet je wel van Ajax als je dat zo ziet voetballen? Ja, maar ik ben een voetballiefhebber. Hè. Ik ben fan van Volendam. Maar ik geniet van elke Nederlandse club. Ik geniet ook van Feyenoord, van PSV, van AZ. Dus eigenlijk elke club die zichtbaar is, daar kijk ik naar. Ik ben gewoon een sportliefhebber. Ja. Nou speelt Ajax, die speelt de zondag tegen FC Utrecht. Is het een illusie om te denken van dat Utrecht daar wat gaat halen? Nou, Utrecht is traditiegetrouw een angstgegner van Ajax. Dus als er een ploeg is die ze
kunnen kloppen, dan is het Utrecht wel. Ja. Dat is wel vaak in Gogh gewaard, hè? Dat maakt wel een verschil, hè? Natuurlijk, de Arena is een onneembare vesting eigenlijk. Ja, en dat is wel jammer natuurlijk voor de competitie. Ja, maar ik denk dat ze tegenwoordig uit ook niet zo heel veel problemen meer hebben om veel goals te maken met het spelersmateriaal wat ze nu hebben. Ja, ze hebben te veel goede spelers. Ze kunnen makkelijk wisselen. Nou ja, ze halen Berghuis nu van Feyenoord. En dat gaat een beetje lijken op Bayern München en Borussia Dortmund. Ja, toch zijn Martin van Ophuizen, die was hier vorige week de gast. Hè? Oudspeler van AZ, die zegt Feyenoord en PSV gaan het Ajax echt nog wel lastig maken. Is dat dan... Nee, jij schudt al meteen. Nee, dat is... Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat was voordat PSV onderuit ging overigens. Ja, nee. Nee, wij hebben tegen Feyenoord gespeeld. En die geven best wel veel druk vooruit. En met het publiek erachter is het daar ook natuurlijk bijna onmogelijk om punten te halen voor ons. Alleen die gaan het niet, die gaan het Ajax niet moeilijk maken, hoor. Nee, echt niet? Je denkt niet dat Feyenoord Ik denk dat Ajax heel weinig wedstrijden gaat verliezen dit jaar. Ja, we kunnen niet ingaan op de actualiteit rondom AZ, omdat die nu Europees spelen op het moment dat wij hier aan tafel zitten. Wat we wel weten is natuurlijk dat AZ met 5-0 heeft gewonnen van Go Ahead Eagles en komende zondag tegen Cambuur speelt met flink wat oud-Volendam-spelers. Hè? Nou, dan kijken daar nog met belangstelling naar. Sonny Stevens, het doelman. Ja, Nick Dodeman. Marco Tol natuurlijk. Erik Schouten. Erik. Ja, dat is bijna de helft. Ja, bijna de helft dat Aansluitdijk overgaat. En volg je dat dan extra, net zoals Jari Vlak die bij Emmen is gaan spelen? Ja, natuurlijk. Je kijkt altijd met een schuin oog naar die jongens. Omdat je gewoon ook een band met ze hebt opgebouwd in die jaren. En ik kom ze ook toen wij tegen Woudia speelden. Toen komt Erik vandaan, dus die komt dan even kijken. En dat hou je toch. En dat zijn ook jongens die allemaal ontzettend sympathiek en aardig zijn. Ze doen het trouwens wel fantastisch, tot nu toe. Ja, het valt zeker niet tegen. Ondanks de 9-0 tegen Ajax. Ja goed, dat kan er best overkomen. Ja. Maar ik denk verloren ooit met 10-0 van PSV. Ja. Ja, maar ik denk dat Henk de Jongse dan ook wel eventjes weer zegt van... Nou ja, jongens, zijn maar drie punten, of je nou met 2-0 verliest of 9-0. We gaan gewoon verder. Dat is echt zo'n trainer, hè? Nou, dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben ze ook gedaan, heel goed. Jan, had jij Joey graag bij AZ zien spelen? Kijk, dat is natuurlijk niet aan mij. Ik denk dat Joey een stap hoger op zou moeten... En AZ, hè, als je kijkt naar... Is dat een stap hoger? Nou ja, wel qua budget en qua ambitie misschien. Ik denk dat als je bij Heerenveen elke week de uitblinker bent... dan is AZ een stapje hoger. Ja, Joey, is AZ een stapje hoger dan hier? Ja, je begint te lachen, want er is natuurlijk veel... Ja, ze spelen Europees voetbal. Kijk, als we gewoon puur feitelijk kijken, is dat zo. Ja, maar is dat dan de maatstaf, Europees voetbal? Nou, Joey zwijgt nog eventjes, die denkt nog even na. Over het algemeen, als je Europees voetbal speelt, dan hoor je tot de beste... Ja, top 5 van Nederland. Kom er maar in, Joey. Ja, kijk, ten opzichte van Heerenveen is AZ natuurlijk een stap hogerop. Zeker weten. En ook de laatste jaren zijn ze toch wel top 3 geëindigd. Dus ik denk dat zeker een stap hogerop had geweest. Ja, heb je daar een rood shirt aangetrokken met witte letters? Nee, alle vier de topclubs hebben rood-wit. Maar is dat ook nu nog zo? Want AZ heeft dat lastig. Er zijn veel spelers vertrokken. Ze hebben echt een jasje uitgedaan. Hè? Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Ja, dat is ook wel zo. Alleen ik denk dat die gasten nog steeds wel aardig kunnen voetballen daar. Want ze hebben Go Ahead wel aardig opgerold afgelopen zondag. En als die gasten... hun positiespel gaan spelen, dan ben je ook wel... Want wij hebben ook tegen ze gespeeld aan het begin van het seizoen. En toen speelden ze nog niet eens zo heel goed. Alleen kwam hun positiespel wel weer goed naar voren. En dan zie je wel dat ze echt... dat ze gewoon nog steeds wel een aardige ploeg hebben. Tjo, er was belangstelling voor jou van Feyenoord aan het begin van het seizoen. Dat is jammer genoeg, denk ik, voor jou is dat niet doorgegaan. Wat heeft dat eigenlijk met jou gedaan? Misschien wel nog... Ja, weet je, Jack, daar is zoveel over gezegd. En alles wat ik erover zeg wordt uitvergroot. En wat heeft dat met mij gedaan? Ja, dat is jammer. Maar voor de rest meer niet. Maar ging jij er echt vanuit dat je de overstap zou maken? Nee, want ik had vanaf het begin al wel het idee... dat Heerenveen wel tegen de 10 miljoen ging vragen. Dus ja, dan weet je dat voor Nederlandse clubs op Ajax... na misschien PSV bijna onmogelijk is. Ja, maar je kan ook aan de andere kant natuurlijk zeggen... jij hebt vorig jaar of zo, of 2 jaar geleden... heb je contract verlengd. Vorig jaar. Of vorig jaar. Ja. Dus dan kunnen ze natuurlijk vragen wat ze willen.
die clubs? Uiteindelijk, ze kunnen vragen wat ze willen inderdaad. Alleen, ja, weet je, er zijn wat afspraken gemaakt. Maar dat stond helaas niet op zwart op wit. En tussentijds is de technisch directeur vertrokken. Ja, dat was niet in mijn voordeel, laat ik het zo zeggen. Maar wat bedoel je met afspraken die er gemaakt zijn? Nou, met de voormalige technisch directeur Gerry Hamstra hadden wij... En met de trainer ook hebben we besproken dat ik nog 1 jaar bij Heerenveen zou voetballen... en dat ze me dan een mooie transfer zouden gunnen. Alleen is dat helaas niet... is het er niet van gekomen. Maar tegen een betaalbare transfersom? Ja, dat sowieso. Ja. Alleen, ja... Kijk, 10 miljoen is natuurlijk wel... veel geld. Is wel heel veel geld. Ja, ben je dat waard of zeg je van nou... Ja, dat is niet aan mij. Dat is aan je anders, wat de gek ervoor geeft. Nou ja, weet je, het, misschien heb ik wel een beetje pech dat zo'n Ayouk voor 12,5 miljoen verkocht wordt. En Michel Vlap voor 8,5, 9 miljoen. Sven Botman voor 8,5 miljoen. Dus, dan ga je het daarmee vergelijken en dan zeg je ja. Ik denk dat Heerenveen inderdaad denkt van... ja, ze zien mij echt wel als een soort van parel, zeggen ze dan steeds. Dus ja, dan aan de andere kant, dan snap je wel dat je... Dat ze zoveel vragen. Ik heb ergens gelezen van jou. Ik weet niet of dat waar is hoor. Want alles, niet wat alles geschreven wordt, is waar. Maar dat je dan eventueel in de winterstop misschien de stap zou kunnen maken. Maar ben je dan ook niet bang dat ze dan hetzelfde bedrag vragen? En dat dan weer voor Nederlands clubs gewoon te veel is? Dan zou je echt naar buitenland. Ja, nou ja, dat, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. In de winterstop. Ja, dat is allemaal afwachten. Ja. Ja, de contractduur is dan weer een half jaar korter. Hè? Dus dat zou de prijs in principe moeten kunnen drukken. Ja. Nou ja, misschien ietsjes, ja, maar... Opvallend was wel dat AZ-trainer Pascal Jans... Ja, die gaf toen die transferwindow net op het punt stond om te sluiten... gaf hij wel aan dat hij zeer gecharmeerd van je was, Joey. Nou, het is een hele creatieve speler. Hij ziet oplossingen in het veld die niet iedere speler kan bedenken. En ja, mogelijk dat het voor hem ook een moment kan zijn om elders weer een stap te maken. Maar dat is aan Joey zelf in deze. Ja, naar mijn mening heeft AZ best een redelijk bod neergelegd. Alleen, volgens Heerenveen niet. Nee, was de helft ongeveer, hè, naar verluid. Ja, was iets meer dan de helft, ja. Maar denk je dan niet, Joey, van zoals vorig jaar toen je contract hebt verlengd, had ik dat maar niet gedaan? Nee. Want dat hebben wij samen besproken en... Ik heb mijn contract met volle verstand getekend. En toen de tijd was ik daar ook gewoon echt heel blij mee. En, vind je dan ook dat je niet moet piepen? Dat je dan moet zeggen, want ik ga over tot de orde van de dag. Hoe moeilijk dat misschien ook even is, de eerste dagen na het afketsen van een transfer? Ja, kijk, dat is sowieso... uiteindelijk moet je gewoon weer door. En dat is ook wat ik nu aan het doen ben. Dus daarom wil ik ook zo weinig mogelijk over een transfer praten. Want ik ben blij dat de markt dicht zit. Ja, gaat van de winter wel weer komen. Ja, afwachten. Ja, we gaan er voor de laatste keer uit met Ed Guit. Want hij heeft aangegeven dat hij ermee stopt in verband met tijdnood. En dat kunnen we natuurlijk respecteren. En dat respecteren we ook. Maar hij gaat er nu voor de laatste keer gaat hij eruit met toch wel een van de beste zangers van Nederland. Jan, toch? Met stip. Jan Dulles. Hey Eddy. Hoe is ie? Ja, goed. Ja? Ja, zeker. Hey, we gaan even voet golgen. Heb je er een beetje zin in? Zin is een groot woord, Ed. Je staat niet bekend als de grootste voetbaltalent van Volendam. Nee, en ik vraag me ook al de hele tijd af, wat is de reden waarom jullie willen dat ik dit ga doen? Ik denk dat ik het al weet namelijk. Ja? Zodat jullie mij lekker kunnen uitlachen voor de televisie. Het is wel zo dat ik alleen nog maar tegen ex-internationals en profvoetballers heb gespeeld. Dus jij wou wel een keer winnen nou? Ik wou ook wel een keer winnen. Ja, nou ja, dat ga ik je trouwens niet beloven. Oké, okay, daar gaan we. Je kunt het beter even kijken of je een goede verzekering hebt. Wat een laatje. Wat dat nou een windwaaier, Ed? Ik heb 1 jaartje gevoetbald. Toen was ik 8 of 9. Ja, dat was op zaterdagochtend en dan moest ik vroeg mijn bed uit. Maar dat moest ik die 5 dagen ervoor ook al, dus ik trok dat niet. Ready! Niet veel mensen weten dat jij ook nog shirtsponsor bent geweest bij FC Volendam. Ja, met de Votown All-Stars. En wij hadden
een eigen studio met Jan Smit en Nick en Simon en dat heet Votown. En ja, toen werd Jan werd steeds meer betrokken bij de FC. Dus toen heeft Jan bedacht dat wij de Votown All-Stars werden en dat we op het shirt moesten. Ja, dit gaat goed, hè? Ik hou er dan toch wel van als ik even goed win. En je kan het, hoor! Waar spelen we vandaag? Joh, is het zo mooi! Laten we afspreken dat dat degene die verliest, die moet midden op de dijk gaan zitten, een kwartier lang. Als dit niet wordt, wordt het nooit meer. In de allerlaatste aflevering heb ik eindelijk een keer gewonnen. Er moest de zanger aan te pas komen. Ja, precies. Want de voetballers worden niks. Het is je gegund. Het is je gegund. We gaan op weg naar de dijk. Want, daar ga ik even zitten, zeker. Ik denk het. Is het kwartier al om, Ed? Nee, nou, we zitten nog 14 minuten. Ja. Ik mag niet weg. Hier al, kijk maar. Jan, is geen voetballer verloren gegaan aan Jan Dulles, jongens? Nou, hij kan heel goed zingen. Jan, was dat trouwens een verstandelijke beslissing of een emotionele beslissing om sponsor te worden van FC Volendam met Votown? Allebei. Op dat moment was er geen hoofdsponsor. Ja. En dan zit er een flink gat in de begroting. En wij konden toen, door middel van die concerten, konden we dat gat vullen. Het was voor ons natuurlijk een leuke bijkomstigheid dat we dus op het shirt stonden. Ja. Fantastische naam nog steeds. Ja, eigenlijk Votown All-Stars was natuurlijk te cliché voor woorden. Maar hij hangt in het decor bij ons. Ja, ja, hier ook, ja dat is een Haarlem shirt, ja. Nou ja, dit was trouwens best nog een mooi shirt ook. Ja. Was dat de knipoog naar Motown? Ja, we werden nog aangeklaagd. Kort daarop, okay, door Motown. Oh, ja. Dus dat mochten we niet meer gebruiken. Okay. Ja, dat is echt waar. Die concerten, komen die er nog aan? We zijn nu bezig met een nieuwe datum voor Votown. Voor volgend jaar. Okay. Want dit jaar kon het natuurlijk niet doorgaan. Dus ja, dat zit zeker in de pen. We waren natuurlijk ook nog even op het trainingsveld van FC Volendam. En hebben daar natuurlijk ook even gevraagd wat ze van Jan Smit eigenlijk vinden als boegbeeld van FC Volendam. Oh. Kijk, Jan is gewoon een uitstekende ambassadeur van deze club. En hij opent deuren die anders dicht blijven. Komt u wel eens kijken? Heb je wel eens contact met hem? Ja, via Instagram. Hij is vaak op de club. Een hele aardige man. Heb jij zoiets van, Jan Smit, mooie ambassadeur, maar hij moet zich niet gaan moeien met voetbalzaken. Leuk dat hij zich bemoeit, maar niet met de voetbalzaken. Nee, maar dat doet hij ook niet. Nee? Nee. Dat is wel een kwaliteit die Jan wel goed beheerst. Dat hij weet waar hij goed in is en waar hij minder goed in is. En heeft hij een beetje verstand van voetbal? Ja, een beetje. Niet heel veel. Klinkt niet echt overtuigend. Nee, het blijft ook een zanger, hè. Ik zag een item bij ons over Daryl van Miegem en toen heeft Jan Smit hem heel vaak gestalkt van je moet in Volendam komen. Ja, komen maar kijk, dat bedoel ik. Jan weet wel hoe je deuren moet openen en dan krijgt hij natuurlijk informatie en iedereen wist dat Daryl van Miegem een goede speler was. Dat wisten wij ook wel. Maar ja, zo open je deuren. Hou je een beetje van zijn plaatjes of draai je liever andere muziek? Ik draai liever andere muziek. Nou ja, Denzo, hij is echt een leuke man. Ja. Aardige man. Ja, een aardige man. Aardige man. Dat is toch wel in het begin. Hij zei ook de hele tijd, dank u wel, meneer. Ja, maar jongens, en 18, 19. Dat is een beetje, ja, maar dan besef je eigenlijk pas dat je zelf ook ouder wordt. En ontzettend goede jongen. Er zit echt een goede kop op. En inderdaad, Joe, jij zei net tijdens het filmpje, je had even challenge haar moeten doen. Meestal heeft natuurlijk zo'n bandje om. Maar nee, het is leuk dat ze dat zeggen. En dat ze niet van jouw muziek houden, dat... Moet hij zich niet even bij jou melden, nou, ik weet wel... Kijk, dat is niet zo slim van Denzo. Want toen het Songfestival speelde... Toen vroeg hij nog om kaartjes voor zijn broer. Ja. Dus dat zal ik even onthouden voor de volgende keer. Voor als je de volgende keer het Songfestival gaat presenteren. Ja, Denzo. Ja. Ja. Ja, stop die maar. Nee. Dat doen we dus niet. Hey, het is het derde jaar van Team Jonk. Hè? En aan het begin is er afgesproken van... we hebben een ambitie om te promoveren in die drie jaar. Dat klopt. Dus moet dit jaar gaan gebeuren. Als je het zo bekijkt wel. Ja, gaat het lukken?
Ik ben ervan overtuigd, maar ik ben maar een heel klein stukje in het geheel. Maar ik denk dat als je kijkt naar de investeringen die we gedaan hebben en de spelersgroep die er nu is en natuurlijk ook de manier waarop ze nu op elkaar ingespeeld zijn, want dat heeft gewoon ook echt wel 2 jaar geduurd. Dan zie je dat er echt wel groei in zit. En dan zou dit het seizoen moeten zijn. Maar absoluut. Wat is er nou veranderd ten opzichte van de eerste 2 seizoenen onder Team Jonk? Met dit elftal? De eerste 2 seizoenen waren we echt met talentontwikkeling bezig. En wat je nu ziet, en natuurlijk ook met het aantrekken van Robert Muren, Van Michum, Mirani, dan haal je echt 3 ervaren krachten binnen die toch dragend zijn. Dragender dan voorheen. En ik denk dat dat een hele belangrijke factor is. Die ook een mond open trekken. Nou ja, dat misten wij absoluut vorig jaar. Ja. Nu zit er eigenlijk in elke linie zit er iemand die zijn mond open haalt als het misgaat. Het is niet makkelijk om te promoveren, want er zijn diverse kandidaten die elkaar misschien niet eens zo heel veel ontlopen. Mm-hmm. Stel je voor dat het nou niet lukt. Heeft dat dan nog invloed op de toekomst van Team Jonk? Hangt dat aan elkaar, promotie en een langer verblijf? Nee, dat denk ik niet. Dus het kan ook zijn dat als de missie strandt, en dat zou kunnen, hè? Het blijft sport. Ja, kijk, Wim heeft vorig seizoen al aanbiedingen gekregen van andere clubs. Uit zowel binnen- en buitenland. Maar Wim heeft samen met het nieuwe bestuur, die heeft samen met ons een droom. En dat is met Volendam naar de Eredivisie. En ik denk dat als wij het team intact kunnen houden, en dan doe ik niet alleen maar op het eerste, maar gewoon het team eromheen. We zijn samen in een sprookje gestapt en we willen dat naar een goed einde brengen. En Wim is de kapitein. Maar valt er ook niet een heel groot gat als hij op een gegeven moment een keer gaat? Nou, natuurlijk. Maar hij blijft natuurlijk niet eeuwig met zijn team. Ik spreek namens mezelf. Natuurlijk zou er een groot gat vallen als hij nu zou vertrekken. Stel dat we niet promoveren en hij vertrekt. Ja, dan is dat ongelooflijk jammer. Maar is het dan niet alleen dat Wim dan vertrekt? Dan gaan er ook waarschijnlijk wel een stuk of zootje met hem mee. Nou, dat van zeg Team Jonk. Ik bedoel, Wim is gewoon hoofdtrainer en Jasper is technisch directeur. Ruben is hoofd jeugdopleidingen. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat die in één keer allemaal weglopen. Want zo zitten ze er niet in. Ik wil eventjes met jullie naar Utskip, het nieuwe stadion. Dat heeft het dorp maar bijna heel Nederland, denk ik, wel bezig gehouden. Eerst naar jou, Joey. Wat dacht jij toen jij de plannen zag van Jan Smit? Nieuw stadion, net buiten het dorp. 10.000 plaatsen. Nou, kijk, het stadion is natuurlijk dat ziet er heel mooi uit. Alleen, net wat mevrouw zegt. Nettie. Mevrouw Nettie. Ja, weet je, wij gingen altijd op de fiets met 8 Volendammers gingen we naar het stadion toe. En dan gingen we lekker trainen. En het is midden in het centrum. En het is toch wel lastig. Want je ziet heel veel supporters die natuurlijk van de dijk afkomen. En die daarna het stadion ingaan. Ja, dat zal wel iets minder worden nu. Ja. Jan, en waarom, tenminste, als het komt. Ik ben benieuwd. Ja. Jan heeft die kritiek natuurlijk ook. Waarom groeit Volendam uit zijn voegen? Dat dit noodzakelijk is? Nou, het is natuurlijk niet alleen FC Volendam. We hebben dit plan samen opgepakt met de RKAV Volendam. Die groeien gestaag. Dat is bijna de grootste amateurvereniging van Nederland. En als je kijkt naar de mogelijkheden in het centrum, dan zijn wij eigenlijk wel zitten we aan onze tax. Qua parkeergelegenheid. Qua trainingsaccommodatie. Op het moment dat je dus met echt gras aan komt zetten, dan moeten er extra velden bij. Qua businessruimtes. Als je het gewoon ambitieus bekijkt en je wil uiteindelijk uitgroeien tot een stabiele eredivisionist. Dan zul je toch groter moeten groeien. En als je kijkt naar AZ, hoe die dat vroeger gedaan hebben. Als je kijkt naar Heracles. Die zijn ook klein begonnen. Kijk, als wij tevreden zijn en als wij het prima vinden dat we op vrijdagavond tussen de 4 en de 5.000 mensen kunnen herbergen, dan is dit stadion perfect. Kan ik volgen, maar dan wordt er gezegd, het achterland van Volendam, dat is te klein. Je zit met Ajax, AZ in de achtertuin. Dat is toch anders dan bij Heracles bijvoorbeeld? Nou ja, het achterland, kijk, daar kun je... We om dat stadion te vullen, met die 10.000 plaatsen. Ja, maar op het moment dat je bedoel, de Alkmaar der Hout was volgens mij kleiner dan wat wij nu hebben. En AZ was, en dat zeg ik met heel veel respect, is natuurlijk nu een topclub. Maar dat was vroeger het kleine broertje van Volendam, heel lang geleden. Die zijn ook ooit ergens begonnen, totdat de gebroeders Molenaar met allemaal plannen kwamen. En uiteindelijk Dirk Scheringa het nieuwe stadion neerzetten.
Wij willen er ook een evenementenlocatie van maken. We willen er echt een dagje Volendam van maken. En ik zou het liefste, want ik weet dat de tennisvereniging ook banen tekort heeft, zou ik gewoon alle sportverenigingen, ook EVC, de atletiekvereniging, allemaal op één plek. Dat je gewoon echt een sportcity creëert. Met een bioscoop, met een hotel, met een kaasfactory. Noem het maar op, dat je gewoon echt een toeristische trekpleister hebt. En dat schip natuurlijk, dat dan volledig duurzaam uit zijn as herrijst. Dat zou het visitekaartje moeten zijn van de regio. En dat kan natuurlijk niet in de kern, hè? Want dat is natuurlijk wat Joey zegt. Dat kan niet in de kern en los van de woningnood. Want het is natuurlijk een ontzettend interessant stukje grond. Ja, dat zei Jack van Gelder een paar weken geleden. Jack van Gelder die had het over utopie en het gaat nooit komen. Luchtkasteel, en hij zegt van luchtkasteel. En die grond moet bebouwd worden voor huizen. Ja, maar goed, je kijkt naar de verschillende scenario's. En dan uiteindelijk, als je, Joey zei net op de fiets, stel dat we aan de rand van de Purmer, als we ons daar kunnen huisvesten, dan is het vanuit de Volendammers kennen de Dick Tolstraat en de rand van het dorp en het hele nieuwe gebied, is het dichterbij dan het stadion daar, dan waar het nu zit. Ja. Ja. Jij wil het liefst dit decennium al? Ja, sowieso. Als je het aan mij vraagt, zouden we morgen de eerste paal slaan. Ja. Maar dat heeft met verschillende factoren te maken. En ik denk dat je gewoon goed moet kijken hoe je alle krachten kunt bundelen om uiteindelijk met z'n allen daar bij elkaar te komen. Gaat er komen? Wat mij betreft wel. Jan, even naar mezelf toe. De geluidscabine komt dan in de midden. Jack, ik denk dat we voor jou een soort adelaarsnest bovenop... Zodat de stadionspieker goed zicht heeft op het hele gebeuren. Ik ga met als de tekening klaar is, dan kom ik er even bij. Graag. Die toezegging wordt gedaan. Hè, dat is gedaan. Voor de pers ook een beetje een leuk plekje. Zo een beetje in de middenlijn. Dat is, kijk, ook als je gewoon straks evenementen kunt organiseren. Dat je gewoon altijd... want dat is het stukje wat onderbelicht blijft. In Volendam zijn we veroordeeld tot de Jozef. Of bij hoge uitzondering in de Opperdam. Of Pius 10. Er is nergens een locatie buiten het stadion om waar je gewoon goede evenementen kan organiseren. En als wij koketteren met de meest muzikale of het meest muzikale dorp van Nederland, met de meeste gouden plaat en de meeste nummer 1 hits, dan moet er ook een plek zijn waar je gewoon een fatsoenlijk concert kunt houden of gewoon andere evenementen, beurzen. En dan zou dat gewoon elke dag zou dat rendabel moeten zijn. We gaan het zien of het er gaat komen. Eerst maar eens dit weekend. Volendam thuis tegen Almere City. Volendam zou de periodetitel kunnen pakken. Ik begrijp dat het behoorlijk druk gaat worden in het stadion. En Telstar speelt zonder bondscoach Louis van Gaal in de Vliert tegen FC Den Bosch uit. Hier op tafel, paling, want het is een Volendamse uitzending. Maar er liggen ook twee attributen. Joey, om jij met jou te beginnen. Wat heb je me voor ons meegenomen? Ik heb de speler van de maand onder 21 meegenomen. Omdat dat toch wel... een prijs is op het hoogste niveau van Nederland. En dat in mijn eerste seizoen was voor Heerenveen. Dus daar ben ik wel heel trots op. En waren de wedstrijden toen, ik zit even te denken, het is 2020 geweest? Zal het zien? Ja, 2020. Staan er wedstrijden nog bij waarvan je dacht van, nou, toen was ik echt goed? Even nadenken. Nou, ik denk dat ik mijn basiswedstrijd tegen Ajax in de Arena ook wel... wel een aardige wedstrijd op de mat... Want jij krijgt best wel vaak ook kritiek. Hè? Ik herinner me die wedstrijd tegen Feyenoord. Je maakt een geweldige goal. Maar ja, die tegengoal, daar loopt iemand dan uit jouw rug langs. Ja. Dat zie je dan in de samenvatting. Ja. Heel Nederland ziet dat dan. Zeggen, ja, Joey Firma verdedigt niet goed. Ja, ik heb een stukje gezien van Marciano Vink. Die zei van... omdat Jan Joost zei van... dat je mij altijd maar op een topclub meetlat moet neerleggen. En alles moet perfect zijn. Maar Marciano Vink, die zei van... Ja, de middenvelders bij Ajax, PSV en AZ... doen ook niet iedere wedstrijd alles goed. Dus dat vond ik wel mooi dat hij dat zei. Dan zou je ook kunnen zeggen van... dan moeten er andere spelers opstaan... die het verdedigende werk voor jou doen. ik loop... volgens de statistieken loop ik 12,5 kilometer per wedstrijd. En deze
Had ik eigenlijk gewoon moeten hebben en was gewoon niet goed van mij. Nee, maar... Dat was wel een lekker... in de week, hè? Ja. Was wel een lekkere goal trouwens, hè? Ja, dat bedoel ik. Zat er lekker in, hè? Is bij Feyenoord, weten ze. Jawel, maar als je Joey Veerman haalt... Ik heb al eerder tegen Feyenoord gescoord. Volgens mij was het mijn derde of mijn vierde goal. Dus, dat weten ze dan wel. Goed, Jan, jij hebt ook wat meegenomen. Ja, en volgens mij zit daar wat gigantisch in. Ja, nou, dit is de gouden harp. Ja. Die kreeg ik in... trouwens, ik weet niet eens meer wanneer, maar... Dan krijg je er zo'n mooie doos bij. Ja. En dan haal je hem open, want dit is echt, dit moet ook even ingezoomd. Dan zit deze erin. Juist. Dit is gewoon een speldje. En die kun je dan opspelden. Dit is de meest prestigieuze muziekprijs van Nederland. Ik heb het niet bedacht, maar dat is nou helemaal zo. En dan krijg je zo'n speldje. Ja. Ja, nou ja, daar is alles mee gezegd. Ja, ja, ja. Inderdaad. Maar het is wel een... mooi prijs. En waarom kreeg je deze eigenlijk? Ik kreeg deze voor mijn oeuvre. Okay. En dat is al echt al een jaar of 10 geleden. Ik dacht 2009 dat ik zag staan. Ja. Moet je nagaan, 12 jaar geleden. 12 jaar geleden. Ja. Dus toen had ik er nog maar 12 jaar op zitten. Toen had je al je oeuvreprijs te pakken. Ja, dus dan zal ik binnenkort wel weer nog eentje krijgen. en doe je dat speeltje wel eens op of nog niet? Nog nooit. Nee? Hij is nog nooit uit de doos geweest, tot vandaag. Want je bent ook geridderd natuurlijk 1 of 2 jaar geleden. Doe je dat ja, nee, dat mag alleen op Koningsdag volgens mij. Ja, dat mij. Mag hier niet vandaag. Maar... Nee, nee. Maar, ja, maar draag je nou, dat wel eens, zo'n speeltje? Nee, ik heb dat nooit... Nee, dus ja, ik heb hem toch ook nooit op? Nee, oké, okay, maar van jou... Hey Jan, en dat Eurozone Festival. Ja. Dat heeft natuurlijk wel een impact over de hele ja, Europa in ieder geval. Maar verder buiten ook. Ja. Hoe ga je daar zelf mee om? Nou ja, dat is op dat moment dan is dat actueel. Dan speelt dat. En dan weet je dat er iets van 200 miljoen mensen kijken. Maar dat, ja, dat verandert niet aan de sfeer in de zaal. Ik bedoel, als hier nu 2000 of 200 miljoen mensen kijken... Dat merken wij hier niet. Dus, nee. En dat geldt ook voor het Songfestival. Gelukkig maar. Geen zenuwen? Geen zenuwen, nee, gelukkig niet. Gezonde spanning? Ook dat niet. Nee, ook ik was niet. Ontzettend relaxed. Ja, mooi man. Ja. Ja, prachtig. Maar ik denk dat we dat ook hebben... dat we dat ook uitstraalden. Dat we gewoon heel rustig waren en goed voorbereid met name. Een belevenis. Dat zeker. Heb ook 2 jaar de tijd gehad. Nee, daarom. Maar dat ja, maar jij zegt het. Maar ik... En dat is niet dat ik het... Je moet het ook niet... Ja. Het is niet overschat, maar het is maar voorlezen. En je bent met z'n vieren. En je hebt 3 weken de tijd om die tekst... van 's ochtends tot 's avonds laat een beetje netjes je mond uit te krijgen. Dus, toch in het Engels. Jawel, maar ook dat. Als je 3 weken lang iets voorleest, dan, als je het dan niet kan... Dan moet je echt iets anders gaan doen. Ja, we zitten in de slotfase van de aftrap. Ja. Dus we gaan naar ons elftal. FC de aftrap. FC de aftrap, zeker. Joey, als jij naar het speelveld wil gaan, dan leg ik ondertussen weer even uit, zoals ik dat elke week doe, hoe het er aan toe gaat met ons elftal. Het zijn spelers van Ajax, AZ, Volendam en Telstar. Laten we het elftal even doornemen zoals het door onze gasten de afgelopen weken is samengesteld. Jay Gorter, dat is de doelman van Jong Ajax. Dan achterin jullie wel bekend Casius van Volendam, Timber, Mirani van Volendam en Wijndal van AZ. Middenveld met Mitchieu van AZ, Klaassen en... Blind van Ajax. Blind is een linie doorgeschoven vorige week. Die was centrale verdediger, is nu middenvelder. En voorin Anthony Robert Muren. Vastgespijkerd, heb ik me laten vertellen. En Anthony, scheidsrechter is Keuze Bujuk. En de trainer is Andries Jonker. Ja, Joey, jij mag er zelf niet op, want je speelt bij Heerenveen. Nee, nee, inderdaad. Is dit een beetje een lekker elftal? Dit is een heel aardig elftal. Het is heel lastig om hier iemand uit vandaan te halen, ja. Moet toch gebeuren. Moet toch gebeuren, dus ik ga voor Klaas op de bank en Berghuis in de basis. Omdat? Nou, omdat Klaas de laatste 2-3 weken geblesseerd is geweest. Ja. En Berghuis toch wel de smaakmaker is van Ajax de laatste weken. Dus Steven Berghuis ook op de positie 10? Ja, ja, zeker. En Klaas de meest naar voren... Je mag eraf. Aan de middenvelder gaat eraf. Berghuis, hebben we die? Ja, die hebben we volgens mij wel, ja. Maar weet ik niet zeker. Ja, zeker. Achter de bar net die? Ja. Ja. Kijk, daar staat hij in het uitenu nummer van Ajax. 10. Mooi. Wie had dat gedacht vorig jaar? Ja, zeg. Ga lekker zitten weer. Goed, Joe. Jan, jij mag ook een speler eruit halen en eentje erin. Nou, ik hoef niet lang na te denken. Ik wil Jay Gorter. Het zal vast een ontzettend leuke gast zijn en natuurlijk een goede keeper. Maar die wil ik vervangen, want ik vind dat Barry Lauwers, onze keeper...
Na afgelopen seizoen, toen hij eigenlijk niet zichtbaar was, nauwelijks aan spelen toekwam. Die heeft zich echt goed ontwikkeld. Dus ik vind dat Barry Lauwers op doel moet in het FC de aftrap elftal. Oké. Okay. Die gaan we maken. Ja. Ja? Die staat bij deze even zo. Ja. Ja. Volgende week staat hij daar. Barry Lauwers, dankjewel Jan. Geweldig dat je er was. Nou, je hoefde niet ver, je hoefde niet met de auto te komen. Ik denk dat het 65 stappen zijn. 65? Ja. Nou, ja. Het nieuwe stadion wordt stapjes. Dubbelen dan, hè? Het nieuwe stadion. Dan moet je iets verder. Ietsje eerder verhuis. Dankjewel Jan. Met de auto. Joey, hartelijk dank. Yes. Ja, en succes bij Heerenveen. En voor in de toekomst. Want er ligt een grote toekomst voor je. Komt helemaal goed, Jack. Trek Zwolle uit. Dankjewel. Eitje. Yes. Nettie natuurlijk ook bedankt. Volgende week weer twee nieuwe gasten. Ook weer een Volendammer. Kees Kwakman. Ja. Analist bij ESPN. En we hebben... Frits Barend. Journalist. Journalist. Nou, ja. Dus volgende week weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Aftrap. Het weekend is begonnen. Graag tot volgende week. Dag.